Een hele goede morgen allemaal, vrienden. Wat goed om u hier weer te mogen treffen op deze zondagmorgen. En ik stel voor dat wij beginnen met het zingen van een lied. Zoals wij dat gebruikelijk zijn te doen. En dat is dit lied. Ik wil erbij zeggen, we zingen wel de Bijbelse versie. Ja, dan moet u maar eens even opletten, de laatste regel. Maar twee coupletten van dit lied. Die na lange tijd weer een keer in de samenkomst kunnen zijn, na alle gekwakkel, mag ik wel zeggen, met de gezondheid. Mooi dat je er toch weer kunt zijn en we hopen op een spoedig en geheel herstel, Gerard. Maar fijn dat je hier weer in ons midden bent. Er komen er nog meer. Niemand kan plek vinden. Ook de brug. Ook de brug. Oh, brandweeroefening. Ja, en hier tegenover zijn dan is kennelijk afzwemmen. Want daar was het. Nou, nee, niet voor de oude, voor de brandweer, denk ik. Nou, in ieder geval, de parkeerplaatsen stonden aan beide kanten nogal vol. Ja, dat heb je dus geen last van als je vroeg komt. Ach, dit is een hele foute opmerking. Hier moet ingeknipt worden, geloof ik. Off the record. Goed, ik stel voor dat we deze samenkomst ook zullen beginnen met dankgebed. Machtige God en Vader, we danken u dat we onze ogen mogen oprichten naar boven. Naar u die de enige bent. Eén God, één Vader. Hoeveel goden er ook in menigte zijn, en zegt de apostel Paulus, maar voor ons nogthans is er maar één God, de Vader. Het is geweldig om dat te weten, dat er één is die alles bedacht heeft, die aan het begin staat van alles, die alles ook in zijn goddelijke hand heeft en perfect onder controle heeft, een geweldig plan uitwerkt waar niets en niemand bij geval een plek vindt. Integendeel, alles gaat naar uw gemaakt bestek en ook een goed einde tegemoet. En wat is dat geweldig, dat we daarin u ook niet alleen als God, maar ook als Vader mogen kennen. U die zich ontfermt over ieder creatuur die u zelf bedacht en zelf gemaakt hebt. Heer, wat is het geweldig als we ons mogen verblijden in die geweldige, alomvattende en ook onvoorwaardelijke liefde van u. We danken u voor de rijkdom van uw woord, waarin
waarin we ons elkens weer mogen verblijden, maar ook verbazen over de diepgang daarin. En dat we ook vanmorgen weer hier bijeen zijn om ons daarmee bezig te houden, te onderzoeken. Zoeken onder de oppervlakte naar rijkdommen, naar schatten in die goudmijn van de schriften. Heer, help ons daarbij in het spreken en het luisteren. Dank u voor de ontmoeting ook, voor het feit dat we elkaar ook mogen begroeten, maar ook een hart onder de riem mogen steken en mogen wijzen op dat licht der wereld. Terwijl het in de wereld nog nacht is, dat we weet hebben van het licht dat gaat overwinnen. Vader, we danken u zo dat we alles in vertrouwen ook bij u mogen neerleggen voor deze morgen. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goedemorgen. Ja, laat me raden. Het was moeilijk een plekje te vinden voor de auto. Ja. Ja. We zijn er. Jullie zijn er, zo is dat. En een heel hartelijk welkom bij deze. We zingen nog een lied, waarvan de melodie nogal oud is. En ook daarvan twee coupletten. Vanmorgen, vrienden, weer bezighouden opnieuw voor de vijfde achtereenvolgende keer met de geschiedenis en de figuur van Gideon. U weet wel, die Bijbelse richter, en daarover is zoveel te melden. Niet alleen maar de geschiedenis, die voor een deel bekend, maar ook voor een deel erg onbekend is. Maar wat we daarbij vooral ook doen, zoals ik zojuist ook al even memoreerde in het gebed. Wat we doen is vooral ook onder de oppervlakte daarbij kijken. En te zien welke structuren daar allemaal onder liggen. En hoe alles verwijst, hoe kan het ook anders, naar de redder van Israël. Zoals Gideon er ook een was, maar naar de ware Gideon. De ware houthakker. Om zo te zeggen, want dat is wat zijn naam dus betekent. En feitelijk is het zo dat we nu in deze vijfde studie, als u het zo wil noemen, ons gaan bezighouden met de climax van het hele verhaal. Waarom? Omdat nu eindelijk, want het heeft nogal een lange aanloop en iedere keer weer van die onderbrekingen en het hele idee daarachter, daarover heb ik inmiddels al een paar keren wat meer verteld. Dus dat ga ik niet allemaal nog een keer herhalen. Maar al die onderbrekingen hebben dus te maken met de tegenwoordige tijd. Maar hier vindt dan eindelijk de grote strijd plaats. U moet zich realiseren, dat even voor de goede orde, als u nog helemaal niks hiervan hoorde. Israël was onder de voet gelopen door de Midianieten en diverse andere volkeren ook nog.
maar vooral Midian. En met een enorme overmacht van legerscharen. Die waren allemaal verzameld daar in het noorden van Israël, in die grote vlakte van Jezreel. En nou ja, en Gideon wordt geroepen op een hele bijzondere wijze om Israël van deze vijandelijke legermachten, die ook het land compleet trouwens ruïneerden, te bevrijden. En dit is dan eindelijk de strijd. Misschien is het goed om even het direct voorafgaande nog te memoreren. U weet, ik kom er straks nog even op terug. Eerst moest Gideon op een bijzondere, merkwaardige wijze zijn leger enorm reduceren. Tot een legertje van slechts 300 man. En als hij dat gedaan heeft, dan moet hij gaan spioneren, om zo te zeggen. Want voordat Gideon dan optreedt om Israëls vijanden, Midian dus, te verslaan, stuurt God hem in de nacht, stiekem, naar de Midianieten. Opnieuw weer om hem te bevestigen in zijn roeping. En dan wordt al gezegd tegen Gideon, door God zelf, dat hij daar in het kamp van de Midianieten een goddelijke boodschap zou vernemen, waardoor hij zozeer bevestigd zou worden in zijn roeping, dat hij, voor zover hij het nog niet zeker wist, nu dan toch in elk geval wel. Hij zou daar in het kamp van de Midianieten Gods boodschap vernemen. Dan gaat hij inderdaad met zijn jongen, lees je dan. Op de details, daar hebben we de laatste keer ben ik uitgebreid ingegaan, maar goed, ik vertel nog even kortweg het verhaal. Dan gaat hij in de nacht inderdaad met zijn jongen, met zijn compaan, naar het kamp van de Midianieten in de nacht. En daar hoort hij een Midianitische man spreken met zijn naaste. En die vertelt van een droom die hij heeft gehad, van een merkwaardige droom, van een gerstekoek die hij zag. En die rolde zo naar de grote tent en vervolgens die gerstekoek zorgt ervoor dat die tent helemaal plat gaat en omvergeworpen wordt. En dan lees je dat die man die droom gehad heeft en aan wie hij die droom vertelt, een uitleg daarvan krijgt. Die uitleg, de opening, zo wordt het genoemd. Eigenlijk is het idee, het was een vrucht, ja, dit was eigenlijk de schil, zeg maar, de vorm. Dit was de wijze waarop er een boodschap verpakt was. En dat wordt nu geopend door die man die droom aanhoort. En die zegt dan, dit betekent, die gerstekoek, dat is een beeld van Gideon. En die zal, dat wordt dus in het vijandige kamp gezegd. Gideon zal met zijn legertje deze enorme overmacht gaan verslaan. Gideon gaat overwinnen. Dat hoort Gideon dus, met zijn compaan, die man vertellen. Plus deze uitleg. Daarin het verborgen. En ja, dan kan Gideon weer teruggaan. Hij heeft de goddelijke boodschap, waarvan God al had gezegd, die ga je vernemen. Die had hij nu gehoord. Uit onverdachte bron, zal ik maar zeggen. En ja, en zo gaat hij terug. En misschien is het goed om nog eventjes erop te wijzen. Dit is, de details en de onderbouwing, dat is de vorige keer ter sprake gekomen. Maar het is een voorstelling van de tegenwoordige tijd, waarin nu, voordat de verlosser van Israël gaat optreden, straks in de parousia. En straks dat hij zal de strijd zal gaan aanbinden en zijn koninkrijk hier op aarde zal gaan vestigen, voordat hij dat doet, gebeurt er onder de natie iets in het verborgen. Dat spreekt van de tegenwoordige tijd, waarin 's nachts via een droom, door een enkeling, gesproken wordt van de verlosser van Israël. En dat is eigenlijk wat er vandaag dus ook gebeurt. Alles gaat in het verborgene, niks aan het publiek, dat straks. En het gebeurt ook op een hele verborgen wijze, een droom die een betekenis heeft.
Maar dat is nou zo typerend voor de tegenwoordige tijd. De verlosser moet nog gaan optreden. Hij zal zich aan publiek ook gaan bewijzen. Maar nu is het alleen nog maar een enkeling die op de hoogte is onder de natiën. Dat is het grappige. Niet, hij hoort deze droom niet van iemand daaronder in het Israëlitische kamp. Nee, hij hoort het onder de natiën. De niet-Israëlieten. Daar verneemt hij s'nachts, stiekem, incognito, de boodschap die God te melden heeft. Namelijk wie de verlosser is. En ja, dat is dus niet iets wat algemeen bekend is. En je kan, dat is eigenlijk bijzonder hoor, als je daaraan denkt. Ik bedoel, de Bijbelse boodschap is zo fenomenaal, zo groot, zo wonderbaarlijk. Als het in elkaar steekt, maar ook zo heerlijk. En het eigenaardige is, je kan het van de daken schreeuwen en blijft verborgen. Dat is een enkeling die het oppakt, waar de ogen van geopend worden. Zo is het. Daar gaat niks mis, maar dat is ook de bedoeling. Het is nu niet de tijd dat alles in de openbaarheid komt, dat is straks. En dan kun je zeggen, ja, dat is een eenzaam gebeuren. Ja, met wie kon die Midianitische man die droom gehad had, dat delen? Nou ja, met zijn naasten, hè? Dat wel. Maar hij kon het natuurlijk niet vertellen daar in het kamp van de Midianieten. Daar zouden ze het, als hij het al verteld zou hebben, dan zou hij het alsnog gewoon genegeerd worden. Je denkt toch zeker niet. Hoe onwaarschijnlijk was het trouwens ook niet, hè? Want hoe was het ook alweer? Die overmacht, we hebben het de vorige keer nog eventjes die rekensommetjes op een rijtje gezet. Die overmacht van de Midianieten was gigantisch. Als ik me het goed herinner, 132.000 man. Ik kan er 1000 naast zitten, maar goed. Iets in die. Dat was een gigantische legerschare. Maar tegenover. Nee, het was niet 132. Het waren 32.000 Israëlitische mannen. Maar dan moet hij. Nou, laat ik meteen eventjes dan ter zake komen. Het was in ieder geval veel meer dan 100.000 man. Maar in ieder geval, dan lees je en laat ik dan meteen maar het verhaal binnengaan. Dan komen we meteen ook op Gideons strijdmacht. Tussen aanhalingstekens, want het is nauwelijks een strijdmacht te noemen namelijk. Dan staat er, hij, Gideon, verdeelde nadat dit dus gebeurd was, hè, van die dromen enzovoort. En dan komt hij in de. Weer in de legerplaats, nou dan lees je. En hij, Gideon, verdeelde de 300 man. U weet het, hè? Want hij had een leger, ja, zo was het. Hij had een leger van 32.000 man. Tegenover dus die overmacht die, ik geloof, 5 keer zo groot was. Maar God zegt, nee, dat leger van jou, Gideon, is veel te groot. Belachelijk, eigenlijk. Als je het in strategische, militaire termen bekijkt, zeg je van. Wat God zegt, dat is dwaas. Hou hem even in gedachten. Daarom is het ook. Daarom kun je met dat wat wij te melden hebben in de wereld feitelijk niet aankomen. Want ja, het is dwaas in de ogen van de wereld. En feitelijk, vanuit hun wijsheid bezien, hebben ze nog gelijk ook. Het is bizar. God zegt, jouw leger is veel te groot. Terwijl het veel kleiner was dan de vijandelijke mogendheid. Maar dan moet hij zijn leger reduceren van 32.000 man. En iedereen die bang is, kun je je voorstellen, dat zijn er heel veel geweest hoor. En die, met reden, die bang waren. En iedereen die bang was, of op een of andere manier sidderde, hoe staat het er precies, bibberde, voor die vijand, die mocht naar huis toe gaan. En dan gaan er 22.000 mensen, mannen, strijdbare mannen, gaan weg. Die zien die strijd gewoon niet zitten. En dan blijven er nog 10.000 over. Dat is wel heel erg klein ten opzichte van de vijandelijke overmacht. Maar God zegt, nee, dat is veel te groot. Ga nog eens wat doen. Want dan moet hij die 10.000 man moet hij naar het water brengen. En dan gaan ze drinken. En dan de mannen die als een hond drinken. Ja, oh sorry, ik zou het niet doen. Ik ben er thuis op aangesproken. Had ik niet meer voor me doen. Nou doe ik het toch weer.
Ja, die als een hond likken, dat is gewoon met de tong. Dat doet bijna niemand. Nou, dat blijkt ook wel. Want van de 10.000 zijn er slechts 300 die op die wijze nog drinken. En de rest mag allemaal ook vertrekken. En zo houdt hij een legertje van 300 man over. 300. 100. 300. De. Zoiets. En, ja, en wat ik de vorige keer ook verteld en ik hoop ook goed uitgelegd heb, dat zij zijn een type van wat er vandaag gebeurt. Namelijk een selectie van een ecclesia, een uitroepsel. Een kleine groep eigenlijk. En uit de natie, want ze drinken als een hond. En dan moet je even in de Bijbelse symboliek daarvan begrijpen. Een hond is in de Bijbel gewoon een heiden. Zo werd dat beschouwd. Ik heb de vorige keer dat ook laten zien. Honden, de natieën werden vergeleken met honden. En dat is niet zo'n eervolle vermelding natuurlijk. En op een heel ze drinken feitelijk heel ongemaneerd. En dat zie je, dat fenomeen zie je zo vaak in de Bijbel. Dat de God dan de overwinning behaalt, maar met een clubje waarvoor je eigenlijk, naar de mens gesproken, geen stuiver voor zou geven. Maar dat is precies wat God ook wil doen. Want dat stond trouwens in Richteren 7 ook nog zo gemotiveerd. Want dat jullie niet, hij zegt, God had tegen Gideon gezegd, stuur een hoop weg en dan uiteindelijk blijft er dan 300 man over. Opdat jullie niet zouden zeggen dat mijn... door onze eigen hand wij de overwinning hebben behaald. Iedereen zou moeten zeggen van, nou dat kan alleen maar God zijn die dat op deze wijze realiseert. Dat was de bedoeling. Vandaar ook dat alle menselijke kracht eigenlijk compleet uitgeschakeld moest worden. Wat hij overhoudt is dus een legertje van 300 man, ze drinken als een hond. En er is nog iets eigenaardigs, daar heb ik tot dusver nog niet op gewezen. Maar ze worden gerekend als één man. Ja, ze worden gerekend als één man. En in de geschiedenis van Gideon... Feitelijk is het zo dat Gideon alleen... Zo wordt het beschouwd. Zo wordt het verhaal. Gideon, die behaalt overwinning als één man. Er staat namelijk in Richteren 6 vers 16. Ik heb ervoor... Toen we het behandelden, toen ben ik hier eigenlijk nog aan voorbij gegaan, min of meer. Namelijk dat God tegen hem zei, ja wij zeiden tot hem, ik ben met jou en jij zal Midian verslaan als één man. Dus feitelijk die 300 man is een uitbeelding van Gideon zelf. Het is een verlengstuk van hemzelf. Nou kun je zeggen van, ja, nou ja, zo wordt gerekend. Ja, maar als je nu eenmaal weet waar die 300 man een beeld van zijn, namelijk van dat... clubje, zeg maar, wat in deze dagen wordt uitgeroepen uit de natieën, die worden ook gerekend als één man. Eén lichaam. Het is eigenlijk de verborgenheid die Paulus onder de natie in de gevangenis ook bekend maakt, namelijk dat van hoofd en lichaam. Ze wordt, die ecclesia is één man. Zo worden ze gerekend. Dat is heel bijzonder. Daardoor gaat God de overwinning behalen. En nou, dan ga ik meteen maar verder. Want Gideon, die gaat de club van 300 man nog eens een keer verdelen in drie groepen. En hij gaf ramshoorns, ik kom daar straks op terug, in de hand van allen. In de rechterhand, kan ik u alvast verklappen. En, staat erbij, en lege kruiken. Ja, waarom zo lege kruiken? Wat kun je doen met lege kruiken? Nou... het voordeel van lege kruiken is dat je ze kunt vullen. En die lege kruik zelf stelt helemaal niks voor, dat blijkt ook wel, want ze worden kapot gegooid. En eigenlijk de enige zin is, ja, nou het enige wat lege kruiken doen, u weet het, hè, gollevaten. Ze klinken wel hard, maar het stelt niks voor. Het gaat namelijk bij een kruik altijd om de inhoud. Tenzij je een sierkruik hebt, die heb je ook. Maar dan nog is het hol. Het gaat bij een kruik om de inhoud. Dat zie je hier ook, want hij gaf die drie groepen van 100 man, geeft hij ramshoorns in de ene hand en lege kruiken en fakkels binnenin de kruiken. Dus het idee is, daar brandende fakkels, maar die worden verborgen
in de kruiken. En ik heb dat eens een keertje op een rijtje gezet. En ik pretendeer niet eens helemaal compleet te zijn, maar ik ben met de concordantie eventjes aan de gang gegaan. En toen vond ik dit. Wat je in de Bijbel nog eens een keer instructies vindt over kruiken die gevuld moeten worden. Met wat? Nou, dat blijkt nogal divers te zijn. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk, en je vindt het ook het meest, denk ik, ze worden gevuld met water. We hebben hier ooit eens een keertje nog een paar keer zelfs ons bezig gehouden met die geschiedenis van Isaac en Rebecca. En Rebecca die dan voor de knecht van Abraham water put. En die de kruik vult en dat dan ook aan die man geeft. Dat is in Genesis 24. Heel bekend is natuurlijk dat daar die geschiedenis op de derde dag, weet u nog, daar, dat er een bruiloft was in Cana. En dat daar ook ja, de wijn was op. En dat God dan zegt, of nee, dat de Heer dan tegen de feestganger zegt, of eigenlijk tegen de ceremoniemeester, de vaten die daar zijn, de kruiken, vul ze met water. En wat dacht je, wat gebeurt er? Ze worden veranderd, dat water wordt veranderd in wijn. Laat ik eerst nog eventjes verder gaan met mijn lijstje. Kruiken die gevuld worden met manna, Exodus 16. En kruiken die gevuld worden met honing. Of kruiken die gevuld worden, dat is ook een bekende trouwens hoor, met olie. Meerdere geschiedenissen. In de geschiedenis van Elia, die weten we van Sarfat. En in de geschiedenis van Elisa trouwens ook, de Tsunamitische. Kruikjes, er was geen olie en die worden gevuld met olie. En dat blijft maar stromen. Dat wil zeggen, die olie raakt niet op. Kruiken worden gevuld met olie. Kruiken worden gevuld ook met wijn. Niet alleen maar water dat wijn wordt, maar ze worden ook gevuld met wijn. Afgelopen donderdag toen hebben we in Bodegraven bijbelstudie gedaan. En toen hebben we ons bezig gehouden met salving te Bethanië. En daar lees je of een kruik dat gevuld is met mirre. Maar laat ik u dit zeggen. Of je het nou over water of manna of honing of olie of wijn of mirre hebt. In al die gevallen zijn dat typen, beelden van het woord van God. Ik ga geen eens moeite doen om het aan te tonen. Het is een beeld van het levende woord van God. Wat je nodig hebt om in leven te blijven. Water. Wat ook liefelijk is. Honing. Zoet voor het verhemelte. Wat licht geeft. Wat geneeskrachtig is. Olie. Wat vreugde geeft, want als je die vaten vult met water, ja, wat wordt er dan? Het wordt dan een bron ook van vreugde. Water wordt wijn. Mirre, die is misschien iets moeilijker, maar het spreekt ook, zoals we donderdag dat hebben overwogen en nader hebben bezien, het spreekt van leven uit de dood. Maar dat is het levende woord van God altijd. Het woord van God is levend. Het spreekt namelijk van leven dat sterker is dan de dood. En hoe vaak hebben we het alleen al in deze geschiedenis gezien van Gideon, dat het daar inderdaad een uitbeelding van is. Echt alles, al die geschiedenissen komen letterlijk, maar ook dus figuurlijk, tot leven. En ja, weet je, die kruiken, de mens, er staat in 2 Korinthe 4, laat ik u meteen maar daarna mee naartoe nemen. Daar lees je van Paulus dit. Nadat hij trouwens net gesproken heeft over de God die zijn woord heeft gegeven. God die het eerste woord dat God zei, er zij licht. Licht schijnen vanuit het duister. Nou, die God heeft gesproken en die heeft gesproken en dat licht heeft geschenen in onze harten. Dat is 2 Korinthe 4 vers 6. En dan zegt Paulus in vers 7, maar, zegt hij, wij hebben deze schat, dat is dat licht van God, dat alles kenbaar maakt, dat de duisternis verdrijft, waardoor je de dingen gaat zien, waardoor je weet waar je wandelt, waardoor je weet waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat, kortom, het is licht. En het is daarmee ook leven, want leven is direct afhankelijk van licht.
nou ja, et cetera. Paulus zegt, wij hebben deze schat, wijn, mirre, manna, honing, noem maar op. Dat is allemaal het woord, dat is een schat. Wij hebben die schat in aarde vaten, dat is dit. En wat daarmee bedoeld wordt, is, het is vergankelijk. Het kan misschien mooi zijn, hè? Je hebt siervaten zoals ik al zei. Maar, hoe mooi het ook is, het zijn aardevaten. Het is vergankelijk, het is breekbaar. Het is ook zo broos. Nou, daar gaan we het verder niet over hebben. Hoe broos dit zwakke aardse vat is. Ik bedoel, hoeveel mensen zou ik hier niet naar voren kunnen halen om daar wat over te vertellen. Maar dat is niet interessant. Het gaat ook namelijk helemaal niet om dat aardevat. En de broosheid ervan, de breekbaarheid ervan, is geen probleem, maar is nu juist de oplossing. Dat is nu juist de clue. Het moet ook breekbaar zijn. Dat is de clue in deze geschiedenis ook. Dus het feit dat die aardevaten maar heel broos en breekbaar zijn. U weet het, hè? Van Peter. Peter zegt dat, wordt tegen mannen gezegd, dat ze met hun vrouwen zouden omgaan als met brozer vaatwerk. En afgelopen donderdag hebben we al even overwogen en gememoreerd dat daarmee dus de mannen worden aangeduid als het broze vaatwerk. En vrouwen nog brozer, zeg maar. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we zijn allemaal gewoon broos. Breekbaar. Breekbaar, ja. En Paulus zegt, wij hebben een schat, al is het in aardevaten. Hij zegt, zodat de kracht die alles te boven gaat, dat is die schat, dat is dat licht. Dat is ook nog eens een keer een enorme bron van kracht. Zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. En dan gaat hij uitleggen, eigenlijk ook min of meer illustreren, hoe broos en hoe zwak dat aardse vat is. Hij zegt, in alles zijn wij in de druk, maar niet in het nauw. Om raad verlegen, maar en toch niet radeloos. Vervolgd. Maar niet verlaten. Ter aarde neergeworpen, maar niet verloren. Kijk, hier zie je dat contrast op allerlei manieren geschilderd. Aan de ene kant dat breekbare, dat broze, dat aardevat. Aan de andere kant die schat die maakt dat het alles... dat is de kracht die alles te boven gaat. Het gaat namelijk om de inhoud. En dat verdwijnt niet. En daarom is het meest nuttige, iedere keer als je in de Bijbel leest over de instructies in verband met aardevaten, met kruiken, is altijd vul ze. Met een fakkel, zoals in deze geschiedenis, of met manna, of met water, of met, nou ja, zoals ik dat net memoreerde. Maar het is allemaal een beeld van het woord van God. En dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Het gaat niet om die aardevaten. Dat wordt je in de wereld verteld, weet je wel. Je moet het zo mooi mogelijk allemaal maken, de buitenkant. Het is allemaal buitenkant. Het is allemaal fake. Het is ook allemaal nep. Het is trouwens ook allemaal leeg. Al klinkt het heel erg hard. Maar het gaat nergens over. Het is inhoudloos. En dan kun je er natuurlijk kun je mooi beschilderen. Kun je er een strik omheen doen. Maar blijf leeg. Waar het om gaat, is dat die vaten, die aardevaten, die toch hoe dan ook op hun eind lopen. En dan kun je natuurlijk alle mogelijke toeren over uithalen om dat dan toch maar een beetje te verhullen. Die breekbaarheid en die broosheid en die vervallende schoonheid. Je kunt daar je voor laten opereren en dergelijke. Maar het gaat nergens over, want uiteindelijk heb je toch het nakijken. Het blijft een aardevat, je moet dat, elk mens moet het toch vaststellen. Het is gewoon sterfelijk. En wat is het dan geweldig als je weet van ja, maar wij weten van woord dat leeft. Levend woord, vul je daar maar mee. En een mens komt er een keer achter. Hoe enorm waardevol dat is. Want dit aardse stelt altijd teleur. Hè? Het boek Prediker begint daar zelfs mee. Hè? Ijdelheid der ijdelheden. Weet je wat ijdelheid betekent?
leeg. Dat is gewoon een kruik. We zijn leeg. En alles is leeg. En dat je daar zo tegen oploopt, ja, tegen die breekbaarheid bedoel ik. Want dat is onvermijdelijk namelijk. En wat is geweldig, als je dan weet, hebt. En dan weet het van die schat. Werkelijk een schat. Van licht, van manna, van honing. Waar je trouwens de ogen ook nog eens een keer van gaan stralen. Kortom, al hetgeen werkelijk waarde vast is. Wat werkelijk inhoud geeft aan je bestaan. En al het andere stelt niks voor. Nou ja, dat is die schat. Dat is een prachtig beeld dus, hè, waar we het nu dus over hebben. Nou, gauw terug naar de geschiedenis. Want er staat er, en hij zei tot hen, hij, Gideon, zie naar mij en doe al zo. Zij moeten gewoon een kopie worden van hem. Hem. Als één man. Hè. En zie, als ik kom aan de rand van de legerplaats. Ze bevonden zich op de berg. Hij gaat dus afdalen. Mooi, houd mij vast. Ze gaan afdalen. En dan, ze gaan daar naar de legerplaats van die Midianieten. En daar zal het geschieden dat zoals ik zal doen, zo zullen jullie doen. Weer optreden als één man. En ik zal de ramshoorn blazen. Ik en alle die met mij zijn. En dan zullen jullie ook de ramshoorns blazen rondom heel de legerplaats. Vandaar ook dus dat hij het verdeeld heeft over drie groepen. Een groep hier, een groep daar. En zo dat ze de hele legerplaats omzingeld is door een clubje van 300 man. Meer niet. En jullie zullen dan zeggen, voor Jahwe en voor Gideon. Jahwe behaalt de overwinning. En hoe doet hij dat? Door Gideon. Waarvan die 300 man gewoon ook verlengstuk zijn. Hè? Ja, ik zeg weer, als één man. Slechts één man wordt genoemd. Gideon nu en 100 man die met hem waren, want die twee andere groepen die waren dus elders rondom de legerplaats, die kwam in de rand van de legerplaats bij het begin van de middelste nachtwaken. Midden in de nacht. Er waren verschillende nachtwaken. In de Bijbel wordt er gesproken over 4 nachtwaken. Precies, er zijn 9 uur 's avonds, 12 uur 's nachts, 3 uur 's nachts en 6 uur in de morgen, dat is dan de 4e. Als het eigenlijk de nacht voorbij is. En een nachtwaken, dat wil zeggen dat de wacht wordt afgelost, afgewisseld. Bij het begin van de middelste nachtwaken, dus gewoon midden in de nacht. Weet u wat ik dan aan moet denken? Nou, aan deze schriftplaats namelijk, waar we lezen over die... over maagden die ook kruikjes hadden. En die waren ook, die moesten gevuld worden met olie. Ja, uiteindelijk ook om licht te geven. Toch? Dat was het. En wat lees je dan? En midden in de nacht, als het dus stikdonker is in de wereld, midden in de nacht, klonk een geroep: de bruidegom, zie, ga uit hem tegemoet. Prachtige gelijkenis met een hele diepe betekenis. Ik weet dat we jaren geleden hier een keertje ook een hele zondag aan gewijd hebben. Maar genoeg is nu om erop te wijzen. De bruidegom gaat komen. Ja. De maagden die gaan hem tegemoet. Een beeld van de bruid. Maar wanneer komt hij? Midden in de nacht. En midden in de nacht klonk een geroep: de bruidegom, zie, ga uit hem tegemoet. Hij komt eraan. En dat is hier ook het geval, want dan midden in de nacht, in de middelste nachtwaken, dan lees je, juist toen zij de wachters opstelden en zij bliezen de ramshoorns. Dat zijn deze horens. We hebben in deze geschiedenis al diverse keren daarover gelezen. Trouwens, het is bijzonder op deze datum. Vandaag is het namelijk, vanavond wordt het... Rosh Hashanah, dat zo noemen de Joden, de Hebreeën, de Israëlieten. Vanavond, bij zonsondergang, rond een uur of wanneer is het, 8, 9. Dan breekt een nieuw jaar aan. En weet u hoe die dag heet? Ja, Rosh Hashanah, de eerste van het jaar, dat is Rosh Hashanah. Maar de Bijbelse benaming is de dag van het bazuingezal. Dat is vanavond. En u denkt van, dat heb jij mooi gepland, André. Zo, nu.
om het over die dag te hebben dat het bazuinengeschal zal klinken, net op deze dag, vlak voorafgaand aan Rosh Hashanah. Ja, dat heb ik heel mooi gepland. Denk ik achteraf dan. Want het kan u toch moeilijk ontgaan zijn dat het bazuingeschal, maar eigenlijk de bazuin, dat is eigenlijk niet, denk je niet zozeer aan een trompet, maar je denkt aan zo'n ramshoren. Ram die geslacht is, die dood is, maar die niettemin na zijn sterven alsnog geluid voortbrengt. En die ramshoren werd gebruikt, ja, als aanhef van de strijd, maar ook om het volk te verzamelen. Het had diverse functies, maar in ieder geval om een hoop herrie te maken. En de parousia van Christus, dat wil zeggen als hij zal verschijnen in heerlijkheid, wordt ook aangevangen met bazuingeschal. En er rond en in verband met de parousia wordt ook altijd weer gesproken over de bazuin. Zelfs van een hele reeks bazuinen. En als wij de Heer tegemoet gaan straks in de lucht als één man, dan wordt dat aangevangen doordat hij, Gideon, u begrijpt wat ik bedoel, de bazuin zal blazen. En als hij straks een aantal jaren later zal verschijnen op de olijfberg die bij Jeruzalem is, zal dat weer gepaard gaan met bazuingeschal. En als vervolgens het koninkrijk over de hele wereld gevestigd gaat worden, gaat dat weer gepaard met bazuingeschal. Altijd in verband met de wederkomst van Christus gaat dat gepaard met de ramshorens, met bazuingeschal of hoe dat dan ook maar heten mag. Dan weet je ook meteen waar dit een beeld van is. Ik zal het straks trouwens ook nog heel duidelijk, nog duidelijker misschien, aantonen. Juist toen zij de wachters opstelden en zij bliezen de ramshoorns. En wat doen ze? Dat is zonde, ze verwijzelden de kruiken. Ja, maar daar ging het nu juist om. Even profetisch bezien is het ook zo. Dit gaat over de verschijning van Christus. In heerlijkheid. Want wat gebeurt er? Als zij, ze hadden die fakkels, hadden ze die branden uiteraard. Nou ja, in een kruik gaat dat gauw smeulen, maar omdat er geen zuurstof bij komt. Maar als die kruiken dan vervolgens tegen elkaar aangekletterd worden, ja, breken ze. Dat is precies de bedoeling. En daardoor komt het licht vrij. Dus dat is een combinatie. In sowieso al de ramshorens werden geblazen. Dat is het geluid wat gehoord wordt. Vervolgens dat lawaai van de brekende kruiken en vervolgens het licht dat vrijkomt. Er gaat iets schijnen. Het is dus echt met recht een verschijning. En dat is wat hier gebeurt. Het was donker en ineens wordt het licht. Waarom? Omdat de kruiken breken. En ze verbrijzelden de kruiken die in hun hand waren. Nou, de verschijning van Christus in heerlijkheid, dat is mij vraag die Heer. Als Christus verschijnt in heerlijkheid, dan is die heerlijkheid juist zijn Ecclesia. Die verschijnt, die wordt zichtbaar. Dat heet dan ook in de Bijbel een apocalyps. Zo heet, dat is de naam van het laatste Bijbelboek en dat wordt dan genoemd de openbaring. Maar apocalyps, apo, dat is eigenlijk een voorzetsel, dat betekent iets wegnemen. En dat kalyps, dat heeft te maken met een bedekking. De bedekking, de omhulling, die wordt weggenomen, zodat er ineens een verschijning plaatsvindt. Het licht dat verborgen was, licht is er wel, maar het is verborgen. En door het breken van die kruiken, wordt dat licht ineens zichtbaar. Het is met recht dus een verschijning. Je moet dat woord heel letterlijk nemen. Ze verbrijzelden de kruiken die in hun hand waren. En de drie groepen waar we het zojuist over hadden, de 300 man... Ja, ik kan het niet nalaten. Ik moet het even heel vlug doen. Maar voor de wijnproeven zal ik maar zeggen. Voor degene die zich afvraagt, ja, maar waar spreekt die 100 dan van? Nou, de 100 is een beeld van het koninkrijk, zal ik u vertellen. Ik neem eventjes de korte route. Ik ga dus kort door de bocht. Want de 100 is namelijk in het Hebreeuws ook niet alleen een getal, het is ook een letter. Dat weet u, hè? Letters zijn ook cijfers of getallen. En de 100, dat is de letter Kuf, een van de laatste letters. Maar dat eigenlijk, zo werd die in het oude Hebreeuws geschreven. Je ziet eigenlijk al wat dit is. Tenminste, als ik het nu vertel. Het is het oog van een naald namelijk.
Maar dat zou je moeten herkennen in de Bijbel. Het oog van een naald. Want hoe was het ook alweer? Het is beter. Nee, het is gemakkelijker dat een rijke. Nee, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald. Dat een rijke het koninkrijk binnengaat. Dat wil zeggen, dat oog van een naald is spreekt van het koninkrijk. Het binnengaan van het koninkrijk. Vandaar dat je een kudde hebt van 100. Dat is gewoon het koninkrijk. Nou, in ieder geval. Dat 3 keer 100, dat spreekt van het openbaar worden. Over die 3 hadden we het al eerder. Het openbaar worden van het koninkrijk. Nou ja, het zijn eventjes een paar losse aantekeningen. Ik weet niet wat u ermee kunt. En als u zegt van ik kan er niet zoveel mee, dan zeg ik nou dan vergeet u het gewoon weer. Maar ga er nog eens mee aan de slag. In ieder geval laat ik u dit vertellen, daarom zeg ik het ook. Niets is voor niets in de schrift. Al dat soort details hebben betekenissen. En de 3 groepen bliezen de ramshoorns en ze braken de kruiken. En ze hielden in de linkerhand de fakkels vast. Eigenlijk had je dat kunnen weten. Want in de Bijbel is links altijd een beeld van vernedering. Ja, van verbrijzeling. Trouwens, dat is in de algemene symboliek nu in de wereld nog steeds zo. Links heeft te maken met ja, dat wat je links laat liggen. Hè, wat vernederd is. In het Engels zeg je left, maar verlaten is. Trouwens, ons woord, we hebben daar ook het Latijnse woord, is sinister, maar dat is eigenlijk links. En ook in de politiek zie je dat nog steeds. Hè? Want links, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Maar links komt op voor dat wat vernederd is. Laat ik het dan positief formuleren. En rechts heeft voorrang, ja. Dat is dus, heeft te maken met verhoging. Links en rechts. Een andere geschiedenis trouwens in hetzelfde boek Richteren, waarin dit begrip links en rechts een hele grote rol speelt. En dat is in de geschiedenis van Ehud. De man die links was. Ja. Daardoor trouwens via zijn linkerhand ook de overwinning behaald. Via links. Wordt hier rechts. Ja, nou ja. En hij hield in de linkerhand de fakkels vast en daarmee dus ook die kruiken. En in de rechterhand de ramshoorns. En in feite zou je het nog anders kunnen zeggen. Het verbrijzelen van de kruik is links en de ramshoorn is rechts. De verbrijzeling, de vernedering is de eerste komst links. Zijn tweede komst is rechts. Dat is verhoging. En in de rechterhand de ramshoorns om te blazen. En ze riepen het zwaard voor Jahwe en voor Gideon. Dat roept 300 man. Dat zijn wij namelijk, hè? Al gerekend als 1 man. En ze stonden en ieder in zijn plaats rondom de legerplaats. Nou, en dan wat er dan gebeurt, dat is zo vermakelijk. Dit is gewoon humor. Dat lees je ook weer. God, kijk, wij doen daar zo ernstig over het wereldgebeuren. En ik weet, daar zijn heel veel redenen voor. Maar kijk het nou eens een keertje gewoon op afstand. En weet je, de mooiste afstand is om het gewoon van bovenaf te bekijken. En dat bedoel ik ook dubbelzinnig natuurlijk. Want dan ga je lachen. Want die in de hemel zetelt, staat er in Psalm 2, die lacht. Bij alle oppositie en bij alle dikdoenerij en bij al die holle vaten. Daar wordt hard om gelachen. En dat lees je trouwens ook in Psalm 2, de Heer verbrijzelt. Als pottenbakkerswerk staat er ook. Ja, moet ik ineens aan denken. Zo staat het in Psalm 2. En ze stonden ieder in zijn plaats, rondom de legerplaats. En heel de legerplaats die rende. En ze schreeuwden en ze vluchtten. Moet je nagaan. 130, 140.000 mannen. Bewapend. Ja, in onze ogen zeggen we van ja, ze waren niets. Dat was allemaal nog ouderwets. Ja, hallo. We praten over een heel andere tijd. Maar het waren gewapende mannen. En nu een piepklein legertje. Wat niet nog minder is dan een promiel van de vijand. Die daar herrie maakt. Over wapens wordt niet eens gesproken. Dat die 300 man ook nog wapens droegen. Ja, misschien wel. Maar het wordt niet eens genoemd. Het speelt namelijk geen enkele rol in deze hele strijd. Het enige wat ze doen is, ze hebben fakkels, dat moet ik wel goed doen, in de linkerhand, met een kruik eromheen, en ramshoorns in de andere hand.
dat is links en rechts. En dan komt het licht vrij, het geluid wordt vernomen en de hele legermacht midden in de nacht, ja, die begint te schreeuwen en ze vluchten. Ja, dat waren de wapens. Zwaar bewapend, ramshoorns, kruiken en fakkels. En toen de 300, als je dat getal dan eventjes zo even goed voor de geest haalt, dan wordt het nog, dan wordt het eigenlijk zo lachwekkend. Toen de 300 de ramshoorns bliezen, dat is het enige wat ze dus deden, plaatste Yahweh het zwaard van de een in zijn naaste. Dat is eigenlijk, ik heb het expres zo even weergegeven, omdat zo staat het letterlijk. In de MBG-vertaling lees je, ik geef toe, dat is misschien wat begrijpelijker. Dan staat er, toen richtte de Heere in de gehele legerplaats het zwaard van de een tegen de ander. De verwarring is compleet, er is ineens paniek en ja, maar dit was natuurlijk goddelijk design. Dat, ineens wat er dan gebeurt, er zijn trouwens meerdere voorbeelden van in de Bijbel dat er iets soortgelijks gebeurt. Ineens de verwarring is compleet en in plaats van dat ze gedood worden en bestreden worden door de tegenstander, doen ze het zich elkaar onderling aan. De een tegen de andere, complete paniek, en ze richten het zwaard. De een, ze staat letterlijk heel plastisch, plaatste Yahweh, dat weet je meteen wie het doet, het zwaard van de een in zijn naaste. Dus, zo staat het beschreven. Oké, richtte de Heer de gehele legerplaats het zwaard van de een tegen de ander. Jawel, want het staat er nog sterker dus. Zo gebeurde het. Dus complete paniek, complete verwarring, zodat dus het leger zichzelf te gronden richt. Doordat ze onderling gaan vechten. Trouwens, dat is een hele, als ik het zo zeg, strategisch gezien nog een hele doordachte tactiek om te verdelen en te heersen. Zo gaat dat. Als je de legermacht van de vijand wil verdelen, echt te gronden wil richten, het beste is gewoon zorgen dat er verdeeldheid is en dat ze elkaar gaan bestrijden. Dat scheelt een heleboel mankracht. Ja. Nou, hoe dan ook, maar u begrijpt natuurlijk wel, we hebben het hier niet over strategisch inzicht van Gideon. Helemaal niet. Ja, maar het doet het. Die had toch gezegd, zo gaat het. En zo gebeurt het ook. En ja, dat is eigenlijk een malle gedachte. Luister nou gewoon naar wat God je verteld heeft. En wat hij te melden heeft. En daar kom je heel ver mee. Hoe dwaas het ook is in de ogen en de oren en de beleving en de perceptie van de mensen. Dat laten we er op voorhand van uitgaan en er ook op voorbereid zijn dat het dwaas is in de ogen en in de oren en in de gedachten van de mensen. Dus probeer niet acceptabel te zijn voor je omgeving. Dat kun je wel shaken, zo gaat het niet. Je moet er dus eigenlijk ook, vrede mee hebben om een beetje als een dwaas en als een gek in deze wereld versleten te worden. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar daar komt het toch eigenlijk op neer. Aangenaam. Ja? Daar zitten we, 300 gekken. Ja, nou, dat is het idee. Ik bedoel, probeer niet wijs, je hebt van die mensen, ook met Apollo, alleen het woord al, apologetiek. Dat is de geloofsleer aantrekkelijk, maar ook overtuigend over te brengen voor de bestudeerde mensen en dergelijke. Nou, laat ik u dit zeggen, dit woord is buitengewoon zinnig en intelligent, maar ga niet het academisch allemaal aantrekkelijk of overtuigend maken. Wees bereid om gewoon de dwaasheid van de prediking te hanteren. Zoals deze 300 man dat doen. En dan eens kijken hoe ver je komt. Ja. Nou ja, dat is mooi. En heel de legerplaats, ik moet echt opschieten. En heel de legerplaats die vluchtte tot aan het legerkamp Bet-Hashita. In de richting van Caesara tot aan de grens van Abel-Megola. Ah, boven Tabat. Oké. Denkt u nu meteen. En natuurlijk, al die plaatsnamen, die verwijzen allemaal. En ik ga nu niet de moeite doen, want dat is een verhaal apart, om ze aan te wijzen.
doet ook niet zo de zaak. Het zijn allemaal plekken vlak bij de Jordaan. En dan staat er, toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen. Ja, die mannen die dus allemaal al weggestuurd waren. Nu is de overwinning eigenlijk behaald. Alleen, nu vlucht het leger. En toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naphtali, uit Aser en heel Manasse. En zij achtervolgden. De overwinning had al plaatsgevonden en zij achtervolgden Midian. Ook zond Gideon, ik ga nu even snel, Gideon boodschappers uit. Hij zond boodschappers uit in heel het gebergte van Ephraim. Om te zeggen, daal af Midian tegemoet. En ontneem voor hen het water tot aan Bet-Bara, de Jordaan. Bet-Bara, dat betekent huis van de oversteek. Als je het zo zegt, dan weet je ook meteen van wat er hier eigenlijk gebeurt. Want wat die lui natuurlijk wilden doen, ze gingen op de vlucht. In verwarring, paniek. En ze gingen op de vlucht en nou willen ze de Jordaan oversteken. Maar, nou, krijgen die Ephraimieten de boodschap, verhindert dat. Dat ze niet kunnen oversteken daarbij de Jordaan. En u weet waar het oversteken van de Jordaan in Delphi is. Ja, hoe vaak vind je dat niet in de schrift? Dat je door de Jordaan gaat. Het is zo'n bekend beeld van de opstanding. De Jordaan als een beeld van de dood. De doodsjordaan. En je gaat door de Jordaan. Door de dood. En dan kom je aan de andere kant van de Jordaan. En dat is, ja, als je door de dood heen gaat, dan kom je inderdaad in het leven. En het spreekt dan inderdaad ook van, de doortocht door de Jordaan spreekt van opstanding. Heb je hem weer. Nieuw leven. En, maar de negatieve variant is natuurlijk dat het blokkeren van die oversteek is dus dood. Als je niet door de Jordaan gaat. En dat is wat hier gebeurt. Want er staat er, toen werden alle mannen van Ephraim bijeengeroepen en ontnamen hen inderdaad het water tot aan Bet-Bara, namelijk de Jordaan, daarbij die oversteekplaats. En ze grepen twee vorsten van Midian, de echte vorsten, en ze heten Oreb en Zeeb. Ik denk, maar weet ik niet zeker, dat dit de namen waren, bijnamen of zoveel scheldnamen. Oreb betekent namelijk raaf. En Zeeb betekent wolf. Het zijn dus eigenlijk beestennamen. Het zijn eigenlijk beesten. Hé, hey, als ik het zo zeg. Het zijn beesten. Het zijn twee beesten. Ja, ja. U zegt, hé, hey, die kom je dan ook weer tegen in het boek Openbaar. Ook twee beesten. Ja, dat is waar. Maar allebei zijn ze trouwens roofdieren en ook nog eens een keertje aaseters. En emblemen van de dood. Trouwens de raaf of de kraai helemaal, dat is tot op vandaag niet eens in specifiek bijbels, is de kraai het beeld van de dood. Maar ook die wolf, die hyena, ze typeren de dood. Niet alleen omdat ze leven, het zijn roofdieren, ze beroven van het leven. Maar ze eten ook van de dood. Ze leven van de dood, zeg maar. Ja, het zijn emblemen van de dood. Maar dat had je eigenlijk ook kunnen bedenken, want ze mogen de Jordaan niet over. Dus ja, dan gebeurt er iets. Dan ga je dood. En zij doden Oreb op de rots Oreb. En ze doden Zeeb in de perskuip van Zeeb. Hier heb je dus eigenlijk het verhaal. Ja, waarom heet die rots Oreb? En waarom heet die perskuip Zeeb? Ja, gewoon omdat ze daar gedood zijn natuurlijk. Of je kunt het ook omkeren, weet ik niet. Maar je kunt ook zeggen van die lui heten zo. Of die hebben die naam gekregen omdat ze daar gedood zijn. Maar in beide gevallen kom je op hetzelfde uit. In ieder geval, ze worden verpletterd op de rots en ze vertreden in de perskuip. En dit zijn termen die rechtstreeks uit het boek Openbaring komen. En uit de profetie. Als de Heer straks komt, wat gaat hij doen met die twee beesten? Ja, hij zal ze doden. De overwinning behalen. En dan gebeurt er trouwens nog heel veel, want dat is Richter 8. Daar gaan we ons de volgende keer mee bezighouden. Want deze hele geschiedenis krijgt nog een enorme nasleep. Die is trouwens erg onbekend, maar dat is een volgend onderwerp. Maar ik wil eerst dit nog even gezegd hebben. Oh ja,
het laatste vers van Richteren 7 nog. En zij achtervolgde Midian en het hoofd, oh ja, het hoofd van Oreb en Zeeb. Als een soort mascotte, zeg maar. Ze brachten ze tot Gideon aan de overkant van de Jordaan. En we hem toch. Ja. Nou, ik ga nu even snel. Waarom doe ik dat? Omdat ik iets nog heel uitdrukkelijk even gezegd wil hebben. Want deze veldslag, met alle typen en beelden en structuren die daaronder liggen, is zo duidelijk een beeld van de grote strijd die straks gaat plaatsvinden. Dit vond plaats in die enorme grote vlakte van Megiddo. En die vlakte heeft, die is bekend eigenlijk tegenwoordig onder een heel andere naam. Nou ja, of althans, de term is bekend en dat is Armageddon. Dat is gewoon een grote term geworden in het algemeen voor, ja, als je het aan Jehovah-getuigen vraagt, dan zeggen ze, ja, dat is gewoon een beeld of een aanduiding van het einde van de wereld. Wat natuurlijk ook onzin is. Maar goed, Armageddon betekent gewoon de berg van Megiddo. Daarbij die enorme vlakte. En dat wat hier plaatsvond in de dagen van Gideon, namelijk die strijd tegen Midian, waardoor Israël overwon en waardoor Gideon met dat legertje van 300 man verscheen en de overwinning behaalde, dat is een type, of het is een profetie van wat straks over een paar jaar gaat gebeuren daar in Israël. En wat lees je namelijk in Openbaring 16? Daar wordt gesproken over de volkeren die daar verzameld worden tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Want de Heer zwijgt nu, het is gewoon nacht en niks wordt gezien, maar straks gaat Hij verschijnen. En wat er dan gebeurt, als een dief staat er, en zie ik kom als een dief, gelukkig Hij die waakt. Weet je ook meteen wanneer die komt in de nacht. En dan staat er, en Hij verzamelt, ja, Hij met een kleine letter of een hoofdletter, dat is nog een verhaal apart. Maar goed, Hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt, Armageddon. Dat is niet bij wijze van spreken of een aanduiding voor het einde van de wereld in het algemeen, helemaal niet. Het is gewoon een concrete geografische plaats. Je kunt het gewoon op de kaart van Israël aanwijzen. Een enorme grote vlakte, waar trouwens niet de eindstrijd plaatsvindt, maar de volken, de legers worden daar verzameld. Dat is wat er staat. En dat wat in het verleden plaatsvond en de wonderbaarlijke manier waarop God toen middels Gideon en dat legertje van 300 man de overwinning behaalde, gaat straks herhaald worden. Op een veel grotere schaal, zal ik u vertellen. Dit is feitelijk nog maar in het spel. Van wat we binnenkort, mag ik zeggen, want we leven aan het einde van de tweede dag, gaat gebeuren. En hoe weet ik dat? Nou, dan neem ik u tenslotte mee. Ja, dat moet ik heel snel doen. Ik lees het dus min of meer eigenlijk alleen maar voor. Maar ik neem u mee naar Psalm 83. Het gewoon zo staat. Dan worden we verplaatst naar de eindtijd. De tijd dat Israël enorm in het nauw zal komen. En dan zal de roep klinken, o God, houd u niet stil, zwijg niet, blijf niet werkeloos, o God. Waarmee dus gesuggereerd wordt dat tot dusver de Heer helemaal niks had gezegd en geen acte de présence had gegeven en niets had gedaan. Want, staat er, zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op, die enorme overmacht. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk. En ze beraadslagen tegen uw beschermelingen. En ze zeggen, komt, laten wij hen als volk Israël verdelgen. Zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Dat moet toch lukken, zou je zeggen, met die Verenigde Naties. Al de hele wereld tegen dat volkje Israël. Dan moeten we dat toch zo van de kaart kunnen vegen. Zou je denken, dat is ook zo. Naar de mensen gesproken, wel, gebeurt dus niet. Integendeel, het is precies omgekeerd. Want ze hebben eensgezind verenigd, de Verenigde Naties dus eigenlijk, beraadslaagd tegen u een verbond gesloten. Dus er wordt een alliantie gemaakt. En zelfs vijanden die maken een akkoord. U weet het, hè? Er is niets wat zo verbindt en verenigt als een gemeenschappelijke vijand. En dan kun je
en dat zie je in de Arabische wereld ook, ze kunnen elkaars bloed wel drinken. En toch kunnen ze, als het gaat, ze hebben een gemeenschappelijke vijand. En dan worden ze alsnog verenigd. Ja, zo werkt dat. Want ze hebben eensgezind beraadslag tegen hun verbond gesloten. En dan worden ze ook allemaal nog bij name genoemd. Ik ga daaraan voorbij. En dan staat er, en daarom haal ik het aan, doe hun als Midian. Hé, hey, dat is die strijd waar in Richteren 7 over gesproken wordt. Doe hun, dat wil zeggen, doe hetzelfde als wat er ooit is gebeurd in de dagen van Midian, toen dat verslagen werd. Maak hen als hun edelen, als Oreb en Zeer, die twee beesten, u weet wel, die raaf en die wolf. Als Zebach en Salmuna, al hun vorsten, dat zijn ook nog, die komen we straks in Richteren 8 nog tegen, die twee gasten. Ook Hotemedot, zeg maar, in die Midianieten. Dus dat wat in het verleden heeft plaatsgevonden, gaat in de toekomst alnog een keer gebeuren. En wat dacht je wat? Zelfs op dezelfde locatie. Die zeiden, die Oreb, Zeer, Midian, wij willen in bezit nemen de woonsteden van God. Mijn God, wordt er dan gezegd, maak hen als werveldistel, als kaf voor de wind. Weet je wel, dat weggeblazen wordt. Gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die die bergen in laaiende gloed zet. Nou, dat doet wel erg denken aan wat er gebeurde toen in de dagen van Gideon. Ineens een enorme laaiende gloed, een hele herrie. En ze worden weggewaaid. Ja, inderdaad verdreven. Als kaf voor de wind. Vervolg hen zo met uw storm. Verschrik hen met uw wervelwind. Overdek hun aangezicht met schande. Dat wil zeggen, zet ze te kijk. Opdat zij uw naam zoeken. Oh ja, hè? Want dat is altijd de bedoeling. Hoe negatief dat dan ook is wat hier gebeurt. Maar het gaat erom dat ze hem leren kennen. Het gaat ook thuis gebeuren. Ja, door die weg heen zullen ze inderdaad de naam gaan zoeken. Opdat ze uw naam zoeken, oh jawel. Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronden gaan. Opdat zij weten dat alleen uw naam is, jawel, de allerhoogste van de ganse aarde. En als je die aan je zijde hebt, dan kan je niks gebeuren. Dat is nu zo. En straks zal dat opnieuw blijken, want de geschiedenis blijkt dus zich te gaan herhalen op dezelfde locatie. En veel groter en heerlijker dan ooit tevoren. En dat zal zelfs de inleiding zijn voor voor een hele nieuwe aion. Een heel nieuw wereldtijdperk waarin de ware Gideon zal heersen in Jeruzalem en vanuit die plaats. Dat is de toekomst, dus in notendop. Ik stel voor dat we het hierbij laten, want ik zie inderdaad dat ik een uur gesproken heb. De melodie is een bekende. Eens als de bazuinen klinken. Nou ja, op Roshasje na, dat aanstaande is, dat bijna gaat aanbreken, lijkt me heel toepasselijk. Eens als de bazuinen klinken. Links en rechts.
Mooi woord eigenlijk, voorgoed. Ja. Zullen we met elkaar nog onze hemelse Vader danken? Machtige God, wat een geweldige, solide grondslag vinden in uw woord. En hoe geweldig is het hoe u van den beginnen de afloop al verkondigt. En hoe u niet aan kansberekening doet, maar en ook niet de toekomst voorspelt, maar voorzegt. Zo zal het gaan. En dat zo'n wonderlijke geschiedenis die bijna 3500 jaar geleden heeft plaatsgevonden, ooit daar, de vlakte van Israël, dat zich dat weer gaat herhalen op een veel grotere wijze. We danken u, Heer, dat de overwinning op voorhand, hoewel het naar de mens gesproken volstrekt onmogelijk lijkt, vaststaat. Gideon en zijn 300 man zullen overwinnen. Heer, we danken u dat u vandaag ook bezig bent een legertje te verzamelen. Dat naar de mens gesproken helemaal niks voorstelt, getalsmatig niet. Een ongemanierd stelletje wat helemaal in de ogen van de wereld niets is, maar niettemin. U rekent ze als één man en door hen gaat u straks verschijnen in heerlijkheid. Want als u verschijnt in glorie, zullen wij met u verschijnen in diezelfde heerlijkheid. En we danken u, Vader, dat we dat uitzicht mogen hebben, dat we ook betrokken mogen zijn bij uw werk straks. We kunnen ons nog geen voorstelling van vormen. En het zijn ook geen menselijke wapens, maar het is uw woord dat zal klinken. De bazuin, de ramshoorn. Het licht zal gaan schijnen. En dat zal meer dan voldoende blijken. Heer, we danken u dat dat ook vandaag de waarheid is. Dat we ons vandaag ook al mogen laten vullen als lege kruiken met dat wat u te bieden hebt. De ware schat. Heer, we danken u dat ons leven zo ook zin en werkelijk ook inhoud krijgt. We danken u zo voor dit samen zijn. We danken u dat we elkaar zo ook daarin mogen aanmoedigen. In die inhoud, dat ware manna, die honing, die wijn, dat ware levende water. En zo, Heer, verblijden we ons in een donkere wereld in dat wat u geeft en wat we mogen verwachten. In de naam van uw Zoon. Amen. Heel goed, Jacob, want ik zie dat de Jef is er niet. De diaken, de hele kerkraad is eigenlijk niet ontslagen. Ja, vervangende dienst voor Jacob. Akkoord, wij zingen straks nog een lied over Gods overwinning. Thank you.
meer dan overwinnaars. Rest mij nog even de agenda door te nemen. De aankomende donderdag, dan beginnen we de Bijbelstudies in Katwijk weer. En dan starten we ook met een heel nieuw onderwerp. En dat is het Lucas-evangelie. Bij Lucas 1 beginnen we. En wanneer we bij hoofdstuk 24 uitgekomen zijn, dat weet ik nog niet. Misschien heeft de bezuin dan al lang gekomen. Ja, en de eerstkomende samenkomst die we hier weer hebben, dat is vandaag over 3 weken, omdat deze septembermaand 5 zondagen telt. Zeg ik het goed? Ja. Ja, dat moet wel, want de 2 komende zondagen dan ben ik verhinderd om te spreken, zeg maar. Maar in ieder geval over de 30ste september. En wil ik er nog één samenkomst eventjes uitlichten. En dat is zaterdag 6 oktober. Dan is weer de Goed Berichtconferentie opnieuw in Bilderberg in Garderen. Ja. En u kunt zich daarvoor opgeven. Dat hebben al heel veel mensen gedaan inmiddels. Doe dat eventjes via de website. Eventjes een formuliertje invullen. En u kunt er gratis naartoe. Ook nog eens een keer. Ja. De 20ste is gewoon in Rotterdam. Sorry? De 20ste is gewoon in Rotterdam. Ja, de 20ste september is in Rotterdam. Dat is goed. Ja, okay. Staat er niet bij. Ja, nee, ja. Tot staat er staat er niet bij, maar dat is al duidelijk. Want de Rotterdam. Maar er staat er in Rotterdam bij. Oh, ja, dat moet ik nog even bij vermelden. Ja, klopt, ja. Dit is in Rotterdam, dus ja, duidelijk. Goed, beste mensen. Ik wens u nog een heerlijke zondag. Ik zou zeggen, tot ziens en God zegen allemaal. Thank you.